Zo hard! My god! Zoveel handgebaren. Ja, zo goed. Allebei gezegd. Weet je dat ik nog steeds niet precies weet waar ik in moet kijken? Na al die jaren qua camerawerk. In het ronde. Oké, ja. Hallo! Ik ben met Kim. Yay! Woehoe. Wat we vandaag gaan doen is een bestie quiz. De een heeft een koptelefoon op, de ander beantwoordt een vraag over zichzelf. En dan moet je dus het goede antwoord geven. En de clue is eigenlijk, wie kent de bestie het beste? Spanning? Ja, gezonde spanning zou ik kunnen zeggen. Prettige wedstrijd. Cool. Oké, ze hoort ons niet. Ik was een best wel lief kind. Best wel verlegen, dat zou je niet zeggen, maar dat was wel zo. En best wel dik. Kim was een super lief kind met een heel bol buikje. Heb ik gezien op foto's. Vet lief. Heel lief haar met een ponytje, geloof ik een beetje. Ja, die pony heb ik al forever. Ja, die raak ik nooit meer kwijt. Het is een soort lichaamsdeel, heb je gewoon. Ja. En je was dol op eten. Je wilde altijd meer eten. Ik denk dat we deze vraag wel als goed kunnen beschouwen. Ja? Ja, zeker weten. Ik was ook heel klein. Ik was toen al een klein mensje. En ik was niet zo chubby. Ik had wel bolle wangetjes en korte blonde haartjes waar ik altijd een sjaaltje in had. En ik was heel ijverig. Ik was best wel een klein nerdenkind. Ik vroeg me altijd van alles af. En ik las heel veel. En ik was gewoon wel een lief schatje. Ik wilde met iedereen vriendjes zijn en dat een beetje vrede op aarde. Ja, dik vooral, denk ik. Dik, nee. Een kind dat stiekem knaksap dronk, is gewoon dik. Sorry. Ik ben ooit betrapt terwijl ik het sap van knakworstjes uit een glas aan het drinken was. Ja. Dat zo lekker zout vond. Volgens mij kwam het gewoon rechtstreeks uit het blik. Kan ook. Maar ook vooral, denk ik, gewoon heel lief. Ja, niet zo stout, denk ik. Nee, ik was helemaal niet stout. Ik denk was gewoon geen echt de goedheid zelf. Ben je nog steeds schatje? Ik was alleen best wel dun. Echt best wel mager. Dat is wel makkelijker. Lila. Lila? Yes! En daarna goud. Ja, die heb ik niet gezegd, maar dat klopt inderdaad. Ja. Ja. Ik ben heel slecht in favorieten, maar ik denk toch roze. Multiglitter? Ik zou willen zeggen biggetjes roze. Ja, dat wel. Heb jij alle tinten roze opgenoemd? Roze en multiglitter. Ja, roze en multiglitter. Roze. Moet ik kiezen? Ik zou willen zeggen beide namelijk. Ik ben best wel een zonnetje in de ochtend, maar ik ben ook een avondmens. Ik ben gewoon een hele korte slaper. Ja, is best wel een moeilijke, want Kim is iemand die meer van de avond houdt. Maar je bent ook een ochtendmens. Je bent een hele ochtend tot nachtmens. Dus dat eigenlijk werkt het bij jou niet zo. Jij bent de enige persoon die ik ken die het alle twee is. Maar als wij dus samen op vakantie zijn, kan ik nooit echt uitslapen. Omdat zij super vroeg wakker wordt. En ik voel me dan ook schuldig. Dus... En terecht wel. Maar ik blijf wel ook laat met je op. Ja. Ja, natuurlijk een avondmens. Ik heb echt wel moeite met opstaan. En 's avonds kom ik tot leven. Ja, mijn vetje is een avondmens. Ja. Dat is geen zonnetje in de ochtend. We. Jawel, nah. Je bent altijd een zonnetje in principe. Loof je schatje. Jij bent wel op je best in de avond. Mm-hmm. De ochtend is niet jouw beste kant. Nee. Ik bestel altijd een cappuccino. En niet met rare melken. Niet met sojamelk of rare... Hoor je ons? Cappuccino. Toch? Zeker weten. Ik drink altijd een koffie verkeerd met sojamelk. Of ijskoffie in de zomer. Eigenlijk het hele jaar door, maar vast toch wel koffie verkeerd. Een latte of een ijskoffie? Een latte met sojamelk of een ijskoffie? Ja, zo goed. Allebei gezegd. Yes. Allebei ook? Ja. Balletdanseres. Dierenarts of balletdanseres? Lekker vet. Heb je die? Wat heb jij gezegd? Balletdanseres. Dierenarts, hou op. Je wilde toch met dieren iets doen? Ja, ik vind dieren leuk, maar niet dat ik ze wil opereren. Ik ging vroeger langs de deur om geld op te halen voor bedreigde diersoorten. Precies. Maar dat betekende niet dat ik dierenarts wilde worden. Bijna hetzelfde. Ja, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Laten we gewoon kijken wat Kim ervan maakt. Dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar ik denk dat ze het zelf misschien ook niet weet. Ja! Serieus? Ja. Ik ben, heb jij daar wij nog nooit, daar nooit over gehad? Nee. Ja, maar ook vind ik jou wel een type die vroeger gewoon van alles wilde worden. Ja. Echt zo astronaut en ook inderdaad ballet of astronaut. Muzikant. Of NASA, daar had ik Lanka. Natuurlijk op moeten kunnen. NASA. NASA. En Pippi Langkous was gewoon mijn life goal, maar dat is geen beroep helaas. Ik denk dat, ik ben echt aan het nadenken. Ik denk dat het mijn
snoepjestas was van Balenciaga, een wit roze gestreept tasje. Oeh, dan moet ik even heel goed nadenken hoor. Grote aankoop denk ik, je Balenciaga tasje. Ja. Ja. Zou het ook mijn Balenciaga tasje zijn? Ja, mijn tripje naar Italië en Zwitserland en zo op de motor. Ik denk dat ik die doe. En dan zegt zij waarschijnlijk die tas. Je bent natuurlijk net op trip geweest. Nee, rot op. Die tel ik niet mee. Hoor jij mij? Nee. Wat dan? Ik zou willen zeggen een supermooi nieuw motorpak. Maar het laatste grootste benoemenswaardige vind ik jouw Balenciaga tasje. Ja, dat klopt allemaal. Motorpak was ik vergeten, ja. Ik had ook de motortrip. Dat vind ik wel een moeilijke vraag. Ja, als ik iets moet kiezen, zou ik mijn ogen zeggen. Ogen. Lekker vet. Ja? Yes! Ik twijfelde tussen ogen en haar. Nee, ogen natuurlijk. Ik denk haar. Kim gaat boobs zeggen. Ja, ik zou zelf als ik jaar was zeggen hem de tits. Maar ja, hè? Ik mag niet kiezen. Anders denk ik jij wel haar. Ja! Heb ik ook gezegd dat jij dat ook ging zeggen? Wat? Ik zei ook haar, maar Kim gaat zeggen boobs. Mijn perfecte zondag is zondag. En met croissants, bij voorkeur kaascroissants. En natuurlijk ben ik lekker met mijn vet op pad aan het wandelen in het park of zo. Ze wordt wakker bij haar vriendje. Want die woont bij mij in de buurt. Dus dan kunnen we zo daarna appen. Zodat we met z'n allen kaascroissants gaan eten bij het bakkertje hier in de buurt. Daarna gaat ze wandelen in het park. Ja, alleen waren we met z'n tweeën, sorry. Sorry, onkie. Ik word wakker wel laat. En dan ga ik ook lekker in een super lekker chillpakje de deur uit. En ook koffie halen en eten halen. Ik vind het ook wel leuk om ergens te zitten. Uitgebreid te brunchen. Met tijdschriften erbij en de krant. Dat vind ik wel heel leuk. Misschien ben ik bijvoorbeeld met Kim, haar vriendje en mijn vriendje. En komen bijvoorbeeld mijn ouders nog langs fietsen. Die ook hier in de buurt wonen. Dat zou wel gezellig zijn. Wel iets later wakker worden, waardoor ik eerst, laten we zeggen, 3 uur aan het wachten ben totdat we croissants gaan eten. Dat is zo dat het gaat. En dan gaan we dus croissants eten. Tenminste, ik neem aan dat ik bij deze favoriete zondagochtend aanwezig ben. En dan gaan we croissants eten, dan gaan we wandelen. Dit is je eigen favoriete zondag, weet je nog? Ja, maar ik dacht misschien is dat ook jouw favoriete zondag. Ja. Oké, ja, ik denk dat er in ieder geval heel veel snacks involved zijn. Pannenkoeken eten. We hadden ooit bedacht dat we dan in LA zouden wonen. Samen ook. En dat ik er dan uit zou zien als Jennifer Lopez. Dat is wel mijn life goal. Om gewoon als ik 40 ben, er gewoon als J-Lo uit te zien. In een jeans en een wit t-shirt en met hele hoge hakken. En met super lang haar. Dat ga ik nu weer laten groeien. Waarom lach jij? Hoor je mij? Zoveel handgebaren. We hebben wel eens besproken onze fantasie als we 40 zijn. Hoe ons leven dan is. En het speelde zich af in LA. waar Kim een soort J-Lo uiterlijk heeft. Jij was Scarlett Johansson. Met tits. Ja? Dat heb je zelf gekozen. Ik kan daar niks aan doen. Ik zie bij LA een soort Kate Hudson voor me. Je mag wel veranderen, maar je kunt niet nu doen, nu je dit ter plekke bedenkt, dat ik dat had kunnen weten. Ja, oké, okay, prima. Ik Kate Hudson en J-Lo in LA. Wat doe ik als ik boos word? Nee, ik word niet agressief. Ik ben denk ik een wegloper als het uiteindelijk erop aankomt dat ik een vervelend iemand ben om ruzie mee te maken. Omdat ik gewoon snel zou roepen, oké, het is fijn. Ja, je praat dan best hard. Nee, ik praat altijd sowieso best hard. Dus dat is, ja. Je gaat er waarschijnlijk een sigaret opsteken. Heb je dat zelf goeie ook gezegd? Nee, maar nu je het zegt. Ja. Best dat zin om te roken eigenlijk. Heel nog sneller bewegen. Heel snel lopen. Dingen. Ik zie het heel baldadig voor. Niet heel veel schelden. Wel hard praten. Nee, ik kan deze vraag echt niet goed rekenen. Ja, word ik gewoon heel kwaad. En dat zeg ik dan ook volgens mij. Ik ga wel een beetje schelden van, ik vind echt bullshit, het is echt bullshit. Ik weet nog dat iemand mij de hele tijd lastig viel in de straat. En op een gegeven moment schreeuwde ik ook naar hem, hou je bek, stomme kuteikel. Wat helemaal geen echte hele erge scheldwoorden zijn. Maar goed, ik was heel boos. Word dan wel ook agressief. Dus ik ga dan bijvoorbeeld
ook, wil dan ook weg of heel hard wegfietsen of weglopen of zo. Ik blijf zoiets dan ook de hele tijd opbrengen. Ik wil dat het helemaal is uitgepraat, anders kan ik er ook niet vanaf komen. Als je heel boos bent, ga jij denk ik huilen? Heb ik niet en gezegd. Ik heb jou natuurlijk wel eens meegemaakt in woedeaanvallen. Ik denk dat jij schreeuwt. Ik denk schreeuwen, een beetje hysterisch, maar wel gewoon nog gezond. Maar ik reken hem wel goed. Dan sta jij er één achter nu bij deze. Hoe voelt dat? Niet super lekker. Ik krijg misschien een woedeaanval. Weten we meteen nog niet. Oh, dat is zo'n moeilijke vraag. Denk wel iets met jeans. Strepen, overhemdje. Zij ziet natuurlijk deze gebaren. Act normal. Doe alsof je het niet gezien hebt. Nee, ze ziet het niet. En wel altijd met een funky schoen. De schoenen zijn bij mij toch wel het belangrijkst. Oké, jeans. Beetje gekropt met enkellaarsjes. Funky wel natuurlijk. En een mooie top die bijvoorbeeld een blouse is. Een blouse. Ik kan dit denk ik wel goed rekenen. Mijn signature outfit waar je me in uit kunt tekenen. Dan denk ik toch ook een jeans en een t-shirt met korte mouwen en Vans. Ik zou zeggen toch ook een jeans met Vans. Ja, had ik ook. En een blouseje. Of zoiets wat je nu aan hebt, zoiets lossigs of zo. Of met een t-shirtje. Ja? Ja. Yes! 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 Nee, als ik moet kiezen, toch strandvakantie. Nee, toch citytrip. Oké, nee, ik kies citytrip. Lastig. Ik ben namelijk echt heel erg dol op steden. Maar ik kies dan toch een strandvakantie. Kim heeft strandvakantie. Ja, hij heeft stedentrip. Nee! Toch strand gedaan. Dat was moeilijk. Ja, ik heb toch steden gedaan. Ik ben later nog gewisseld. Deze hebben we allebei fout. Ah, shit. Jammer. Friet. Snack. Meerdere. Jij hebt snack gekozen. Ik denk dat jij hebt gekozen voor... Ik denk toch friet. Ja? Tuurlijk. Yes. Ah, dat is die power. Oh, dit vind ik heel moeilijk. Ik hou mega van deze en van films. Boeken. Nee. Ja, nee. Kies ik toch films. Films. Ik had gekozen dat jij meer van boeken bent. Ik heb uiteindelijk voor films gekozen. Ah, bij jezelf? Ja, ik zou bij jou films zeggen. Sowieso. Ja. Zonder twijfel. Ah, nee. Ik ga verliezen. Ja, dol op alle dieren natuurlijk, maar honden. Ja, absoluut honden. Kleine lieve puppy. Wil er iemand een puppy voor mijn verjaardag kopen? Ik ben volgende maand jarig. Sowieso geen katten. Ik heb echt kattenangst. Daar heb ik het al ooit over gehad in een video. Super raar, maar heb ik. Maar honden vind ik ook een beetje eng. Maar wel liever. Ik weet beide liever niet. Maar ik voor jou zou ik dan toch honden kiezen. Want katten vind jij helemaal de helpaard. Kim, sowieso honden. Ze wil de hele tijd een puppy voor zichzelf ik heb al een laten gedaan. Kopen eigenlijk door andere mensen. Ze is echt heel erg op honden en puppy's verliefd. Ja. Congrats, Pat. Ik gun het je. Thanks. Jij was ook heel goed hoor. Dank je. Ja, je bleef echt niet achter. Hoe dan ook, ik hoop dat jullie deze bestie quiz leuk vonden. En dat jullie mij en Kim weer wat beter hebben leren kennen. Dus vertel me even of je het leuk vond. We hebben best wel hard gelachen. Superleuk. Heel leuk. En je ziet ons binnenkort terug samen in een nieuwe Dr. Love video voor mijn nieuwe serie Let's Talk Love. Waarin ik allerlei liefdestopics behandel. En daarin beantwoorden we jullie vragen. Zeker. Tot in de volgende. Doei. Doei.